Dat ik tattoos leerde kennen, dat was dat ik 16 was. Vond ik eigenlijk al heel erg interessant dat ik dat bij de mensen zag. Ik had altijd al iets met kunst en tekenen, daar was ik altijd al mee bezig. Ik denk dat ik 17, 18 was, nam ik mijn eerste tattoo. En sindsdien was ik echt helemaal verkocht. Tatoeëerders onder elkaar vertelden niet zo gauw hun geheim. Dat was gewoon hun beroep. Dat hield dus gewoon onder elkaar. Dus ze hadden ook de bond van tatoeëerders en daar wist gewoon niemand niks vanaf. Ik zag het helemaal voor me dat ik tatoeëerder werd. Tuurlijk, de naalden van vroeger, die waren twee keer zo dik. Ik zeg altijd, vroeger tatoeëerden met spijkers. En tegenwoordig, het is gewoon microscopisch. Daarom kan je nu veel meer. Zo zijn jaren verder gevorderd en heb ik mijn eigen verder ontwikkeld om mijn eigen manier te leren tatoeëren. Op een gegeven moment ga je een eigen stijl leren ontwerpen en creëren. En dat was bij mij de realistische stijl. Dat was toch altijd wat mij erg aantrok. Bloemen, portretten, dieren, het maakt niet uit. Als het nou realistisch is, dat vind ik gewoon te gek. Het echte vak wat ik geleerd heb van vroeger, dat kon je alleen maar van een echte tatoeëerder leren. Dus je kan niet gaan googlen of iets. Dus hoe kom jij aan informatie om te leren tatoeëren? En ik merk gewoon sinds dat ik hier ben ook dat er heel veel vraag naar is. Dat mensen hier bij mij binnenkomen met de vraag van, zou jij mij willen leren tatoeëren? Ik vind het altijd heel erg boeiend om mensen iets te leren. Dat zit gewoon, dat vind ik ook altijd te gek. Als mensen iets willen leren, dan denk ik, ik wil jou helpen. En nou ben ik erop gekomen om een online tattoocursus te gaan beginnen. En online, dan denk ik, dat kan toch niet, hè? Op afstand iets gaan leren, dat is toch moeilijk. Nou, dat zie ik dus eigenlijk heel anders, want juist door het online tatoeëren kijk je eigenlijk door mijn ogen, door mijn bril, op mijn handen, precies hoe ik werk. De online films die je dan krijgt, die je dan kan starten wanneer je wil, al is het midden in de nacht, of vandaag heb je zin in 2 uurtjes tatoeëren, ga je 2 uur die filmen kijken. Je kan stoppen wanneer je wil, als je iets niet weet, spoel je de filmpje weer eventjes terug en dan... kun jij gewoon het vak helemaal master maken voor jezelf. En je weet gewoon, constant herhaling, dat is gewoon de clue om iets te leren. Gewoon blijven doen. En daarnaast zal ik ook een e-book erbij geven, dat je alles nog op papier terug kan zien. Je kan me daarnaast ook altijd nog bellen, WhatsAppen. En je kan altijd nog met mijn video bellen. Ik heb precies kijken op jouw valkuilen waar je tegenaan loopt. En ik zal je precies zeggen hoe je daar overheen kan komen. De normen van de GGD is zeer belangrijk. Tegenwoordig doen mensen alles thuis. Ze gaan allemaal experimenteren, want er is geen opleiding tot tatoeëren. Alles komt erbij kijken om maar zo hygiënisch mogelijk te werken. Wat gewoon super belangrijk is. De eerste jaren dat ik bezig was met tatoeëren was er helemaal geen sprake van de hygiënische normen. Tuurlijk, we wisten hoe we hygiënisch moesten werken op onze manier. Jaren later kwam opeens de GGD om de hoek en ze wouden gewoon regels hanteren, net als de huisarts dat heeft. Ik zal dat ook zelf allemaal in mijn online cursussen allemaal gaan vertellen. Hoe voorkom je, hoe moet je werken? Gewoon zeer belangrijk. En als je dan klaar bent, de GGD keurmerk, dat hangt hier in mijn shop. Als dat niet in de shop hangt, dan zou ik daar maar niet gaan tatoeëren. Het thuis tatoeëren gaat niet gebeuren real life. Dus ik raad mensen niet aan om een vriend of een kennis of een man of een vrouw als proefpersoon te gaan neerzetten. Nee, altijd werken op kunsthuid. Kunsthuid kan je niks mis mee doen. Je kan er gewoon super mooie tattoos op maken. Als het fout is, gooi het weg, opnieuw. Niks aan de hand. Je hebt gewoon een kunstwerk aan de muur daarnaast.